Bonjour, ik ben hazelnoten aan het kraken, want ik ga hazelnootpasta maken. Heel gezond. Ja, wij zijn een beetje op de gezondheid tour gegaan, want we hadden wat gezondheidsklachtjes. Ondanks dat we heel veel gezonde groenten en zo uit de tuin eten. Want ik had heel veel hazelnoten gevonden vorig jaar bij ons in het, op het terrein. Ja, we gaan even buiten kijken, dan zal ik het je laten zien. Kijk, dit zijn allemaal hazelaars. Er zit hier en daar een andere struik tussen. Maar hier lagen ze dus allemaal, die hazelnoten. Oeh, ik ben er ook weer bij. Oh, moet je een plasje doen. Helemaal vol. Maar op het terrein daar ook allemaal hazelaars. Daar zaten ook veel hazelnoten aan. Maar ja, dan ben je er niet bij als ze naar beneden vallen. Dan worden ze opgegeten. Maar hier, ja, zijn ze natuurlijk toch een klein beetje schuchter, de beestjes. En konden wij ze oprapen. Je moet echt wachten met hazelaars tot de noten zelf van de bomen vallen. Ik heb ze ooit in het begin, nou dat was nog in Nederland, dacht ik van ook, ga ze plukken. Maar daar zat niks in. Kijk, hier zie je er nog een paar liggen, kleintjes. En dan, als ze van de boom afvallen, moeten ze nog een tijdje drogen meestal. Maar vorig jaar hadden we natuurlijk een hele mooie nazomer. En ze vielen eigenlijk al gewoon gedroogd van de boom af. Dus ik heb er heel veel verzameld. Kijk, je ziet nou alweer... De mannelijke katjes, die zijn al een beetje uitgebloeid. Ik ben benieuwd wat dit jaar wordt. Je hebt niet elk jaar een goede hazelnotenoogst. We hebben het nu eigenlijk 2 of 3 keer gehad. Dus in 5 jaar, ja, 2, 3 keer. Vorig jaar was echt wel het mooiste. Hier heb ik mijn hazelnotenvoorraad staan. In de voorraadkast in het donker. Kijk. Nou, dat zijn er best wat. We kunnen nog wel wat hazelnootpasta van maken. En ja, volgens als je op internet kijkt, kun je hazelnoten een jaar bewaren. In een gesloten pot. En dan natuurlijk wel droog. Dus ik ben benieuwd. Misschien wel langer. Nou, dan ga ik nu weer verder met noten kraken. Kijk, ik ben ze nu aan het tellen. Dit zijn de hazelnoten. Ze zijn een beetje langwerpig. Ze lijken net een beetje eitjes, maar het zijn echt hazelnoten. En hier, deze heb ik allemaal al gepeld. Sander heeft ondertussen kimchi gemaakt. Is ook erg gezond. Stinkt alleen ontzettend. Ik ook daarna. Kijk, dit kom je ook vaak tegen als je hazelnoten gaat zoeken. Een hazelnoot met een gaatje erin. Daar is de hazelnootboorder aan het werk geweest. Het vrouwtje legt er eitjes in de hazelnoot als die nog buitenkant nog zacht is. En de larve boort zich dan later door de hazelnoot naar buiten als die klaar is. En ontpopt zich op de grond. Dus hier zit geen hazelnoot meer in. Dus die kan je gewoon gelijk weggooien. Pot is leeg. Allemaal gepeld. Dit heb ik. Nou, daar moet ik wel een portie van kunnen maken. Ja, bij de hazelnootschilletjes. En die hazelnootschilletjes gaan in de houtkachel. Zo. Klaar. De stap is de hazelnoten ontvellen en een beetje roosteren. Normaal doe je dat in de oven ontvellen, 10 minuten op 180 graden en daarna in een schone theedoek wrijven. Ja, maar eens kijken hoe het in de koekenpan gaat. De hazelnoten zitten erin en ik laat ze 10 minuten op laag vuur staan. Kijken hoe dat werkt. Ik doe er wel een handdoek bovenop, zo lekker warm. Een soort van oventje, want ja, je raadt het nooit. Het is koud in de voortent, want het heeft gesneeuwd. Nou wel een beetje aan het dooien. Ja, in maart. Nou, nu de hazelnoten langzamerhand aan het opwarmen zijn in de koekenpan, kan ik nog wel even uitleggen waarom nou weer per se hazelnootpasta. Nou ja, wij hebben behoefte aan voeding die ontstekingsremmend werkt. En zowel hazelnoten als de cacao in de hazelnootpasta zijn heel ontstekingsremmend. Maar dan moet je natuurlijk wel gezonde hazelnotenpasta hebben. En niet die hazelnotenpasta uit de winkel waar bijna geen hazelnoten in zitten. En weet ik veel wat voor stofjes allemaal. Wij zagen pas op onze hazelnotenpasta, die Sander lekker dik altijd op zijn boterham smeert, dat het kikkerlogo erop stond. En ja, hoe meer er allerlei, hoe noem je dat,
ja, beweringen worden gedaan over dat het heel gezond is en goed voor het milieu, met ecopalmolie enzovoort enzovoort. Hoe minder wij het geloven. En daarnaast is het gewoon slecht weer. En kan ik mijn aardappelen niet in de grond zetten. Dus nou, dan kan ik net zo goed hazelnoten gaan pellen voor, om echt gezonde hazelnootpasta te maken. Dit is het recept. Komt oorspronkelijk uit boodschappen van de Hoogvliet-supermarkt, al heel lang geleden. En je hebt 150 blanke hazelnoten nodig. Nou, die ga ik nu maken. 40 gram cacaopoeder, 100 ml gecondenseerde melk, 20 gram poedersuiker en 50 ml melk. Nou, het ontvellen had wat voet in de aarde. Ik had het eigenlijk beter in twee porties kunnen doen. Want ja, het ging natuurlijk heel ongelijkmatig op deze manier. Omdat het ja, best wel een dikke laag hazelnoot in de koekenpan lag. Maar het is redelijk gelukt. Ik ga eens even kijken hoeveel ik heb. 172, 173 gram. Dus ik heb nog wat over die ik gewoon lekker uit vuistje kan opeten. Want geroosterde hazelnoten zijn ook erg lekker. Zo, ik heb de ingrediënten klaargezet. 40 gram cacaopoeder. Dat was wel grappig, van Van Houten. Bij de Leclerc, de supermarkt, de bekende Franse supermarkt. De enige cacaopoeder die er stond was van Houten, Nederlands dus. Even kijken, 100 ml gecondenseerde melk. Dat is eigenlijk wel een processed food, zou je haast kunnen zeggen. Maar ik heb even gekeken op de ingrediënten, dus valt weinig angst te bespeuren. 20 gram poedersuiker en 50 ml melk. Hier heb ik de noten in zitten. Die ga ik nou fijn malen tot poeder. Ik ben benieuwd of dat lukt. Dit is zijn de gemalen hazelnoten. Het werd een beetje vloeibaar, of in ieder geval plakkerig. Dus ik ben maar gestopt. Het is niet echt super fijn. Ja, dan krijg je hazelnootpasta met stukjes. Lijkt me ook wel lekker. Eerst de droge ingrediënten erbij. Dus de poedersuiker en de cacao. En dan ga ik dat mengen met de lepel en dan het vloeibare melk. En de gecondenseerde melk erbij gedaan. En dan ga ik 3 minuten mixen. Ik vind het vrij vloeibaar. Nou, ik ga door mixen maar. Nou, het is toch een aardige dikke crème geworden. 3 minuten mixen. Je ziet wel de korreltjes van de hazelnoten erin zitten. Maar in een bakje doen en dan gaan we maar eens proeven. Een stukje naambrood met boter. En dan eens even kijken of je dat een beetje kan smeren. Oeh, ja hoor. Dat smeren gaat goed. Nou, eens even proeven. Ja. Echte hazelnoten. Ik vind het lekker. Ik proefde ook heel goed de cacao. Cacao zou, volgens Sander mag hij wel een stukje zoeter. Ja, dat is echt een zoete cacao. Ik niet zo. Ik vind hem erg lekker. Op een stukje pan de campagne zal hij vast nog lekkerder smaken. Maar ja, onze bakker is op vakantie. De bakker in zo'n zak. Die maakt volgens ons de lekkerste campagnard van Frankrijk. Ik kom er maar nog blij van. A plus!